Oh, kijk uit voor mijn botox. Ik mag iedereen. Ik gun het alleen niet iedereen. Quincy, hou je mond! Oh, dit is een heftige thee. Ik beroep op mijn zwijgrecht. Zo. Dat hij TikTok-ideeën steelt van andere creators. Hoi allemaal, welkom weer bij een nieuwe video van Team Mac. En vandaag kijken jullie naar een Spil the Tea video samen met... Quincy! Yes, en Quincy en ik gaan tea behandelen die jullie hebben ingestuurd. Wil jij dat de volgende keer ook nou doen? Zorg dan dat je teammag.nl op Instagram volgt. En hou het in de gaten wanneer ze erom vragen. Want dan kan je eigen tea insturen. Quincy, waar kunnen we jou van kennen? Waar kun je mij van herkennen? Uit een heel ver zwart verleden, misschien brugklas heb ik gedaan. En een bioscoopfilm 100% Koken New York. Maar ik denk tegenwoordig dat heel veel mensen mij herkennen van TikTok. Als de Rotterdamse moeders. Hey Quinn, ik heb een manier gevonden hoe ik geld kan besparen. Oh, hoe dan? Om te beginnen gaan we natuurlijk tea spillen, dus heb ik hier een theekopje. Dankjewel. Niet over me heen, want dan smelt ik weg. Nee. Hou recht ook. Ja, is er tea... Oeh, dat ging bijna fout. Ging bijna fout. Is er tea waar je bang voor bent dat dat eventueel is ingestuurd? Nee, ik ben heel erg open. Oh, dit is een heftige thee. Dit vind ik echt heel apart dat het is ingestuurd. Is die zo warm of komt dat door die thee? Dat die Quincy gay is. Oh, dat is waar. Ja, maar daar schaam ik me ook niet voor. Ik heb ook een tato op mijn lichaam. Een tato. Oh, dan gaat ze in de comments tatoeage. Ja, nee, ik heb een tato boven mijn elleboog. En dat is een hartje met een regenboogvlag. Wow. Heel veel mensen zeggen, ben je homo? Ik zeg, nee, ik ben Quincy. Dus ik ben niet zo van het labelen. Weet je? Nice. Dat maakt niet uit. Hij heeft ruzie met een TikToker. En daar zijn wij zelf achter gekomen omdat jullie een aantal geluidsfragmenten van jullie zijn opgenomen. Oh, oké, gaat door. Ja, en er zijn geluidsfragmenten van jullie opgenomen waarin te horen is dat jullie ruzie hebben. En die komen nu in beeld. Ja. Nee, maar ik zeg altijd, ik heb nooit ruzie met TikTokkers. En heel veel mensen vragen dat altijd. Van ja, je volgt diegene niet of hè, dit of dat zo zus. Maar ik geef altijd mijn mening. En dat sommige mensen dat niet kunnen handelen, dan is dat hun probleem. Zoals wie kan dat bijvoorbeeld niet handelen? Ja, dat weet ik niet. Okay. Dus ik wil het heel graag horen. Ik heb geen flauw idee. Nee, lieve Quincy. Dit was een hele goede test. Er is helemaal geen geluidsfragmenten, er is niks. Oh, jammer. Je lipfillers hebt. Ja, dat klopt. Ja, ik zeg altijd, ik word niet begraven of gecremeerd, maar ik word gerecycled. Dus ja. Heerlijk. Er is niks van gelogen. Nee, oké. Dat je mee gaat doen met een tv-programma. Ik beroep op mijn zwijgrecht. Mocht dat zo zijn, dan is dat misschien wel zo. Nee, ja, daar mag je niks over zeggen. Je hebt natuurlijk gewoon een geheimhoudingsplicht. Ik heb een geheimhoudingsplicht. Dus, maar is er iets waar je wel over kan vertellen wat er binnenkort gaat komen? Wat iets? Nee, hoeft niet per se met een tv-programma, maar gewoon iets. Nee, dacht me. Ik hou alles nog even lekker geheim. Okay. Moet je me maar gaan volgen, want dan kom je erachter. Slim, slim, slim. Lekkere thee ook. Oh, lekkere heerlijk. Thee, hè? Dat hij Amber helemaal niet mag. Maar hij gebruikt haar om zijn TikToks te... Amber Dokter? Nee, ik gebruik Tekla. Nee, Amber en Tekla gebruik ik niet. Nee, wij zijn als enige drie echt een vast groepje gebleven. Want we hebben wel met meerdere TikTokkers dingen gedaan. Maar wij zijn echt last man standing met z'n drieën. Dus nee. Ik heb hem een paar keer gezien. Vaak ook geprobeerd te praten. Maar hij is arrogant en negeert mij. Ja, dat heb ik dus de laatste tijd heel vaak. En dat is niet omdat ik mensen negeer. Maar heel veel kindjes, die snappen niet dat de nieuwste AirPods... Die heb je met dat je geluid om je heen, zeg maar... Noise cancel. Noise cancel. En heel veel kindjes die denken van... Oh, hij heeft gewoon oortjes in, dus dan horen me. Je mag altijd vragen om een foto, vind ik helemaal niet erg. Je mag me altijd aanspreken, maar als ik oordopjes in heb... tik me even aan, want dat is de noise cancel. Dat doe ik niet zelf. Dat jij een keer met Quinn Bezemer hebt gezoend. Quinn Bezemer... Oh, van Quinn en Adel. Nee, ik heb nog nooit met Quinn Bezemer gezoend. Waarom lach je dan? Omdat ik, we hebben wel een keer met een groep TikTokkers in een hotel gezeten. Oh. En dat was heel erg grappig. Alleen Quinn Bezemer is en totaal niet mijn type. En volgens mij ook een stuk jonger dan ik. Volgens mij is hij 18 of zo. Wat is er gebeurd in dat hotel? Er is iets. Heeft daar plaatsgevonden? Nee, het was gewoon heel gezellig met allemaal TikTokkers. En er was wat drank, er was wat muziek. En drank, TikTokkers, gezelligheid, hotel? Nee, er is niks gebeurd. Niks met jou gebeurd? Niks met mij. En als er met andere mensen iets is gebeurd, dan weet ik daar helemaal niks van. Want ik lag netjes op mijn hotelkamer. En door. Ja. Dat jij de mensen uit V-House niet mag. Wat is V-House? Oh, dat programma. Dat van Videoland. Oh dat ja. Het toch V-House? Dat wat zo goed liep. Ja, ja dat. Nee, wie mag ik? Ik mag iedereen. Ik gun het alleen niet iedereen. En dat is een heel ander verhaal. Ja. Ik vind dat je zo'n platform... moet geven aan creators die daar veel meer hun best voor doen. En die gewoon een grote bereik hebben. Had je het zelf mee willen doen? Ik was gevraagd. Ik ben alleen niet gekozen door een andere creator die erin zat. Door wie ben je niet gekozen? Ik noem geen namen, dat weet diegene zelf. Ik ben niet van de... Mag ik gokken? Je mag gokken. Krijg ik dan een antwoord? Als je het één keer goed had, zeg ik ja. Ja. Oké. Daar hoef je verder niet op in te gaan, maar dat is gewoon dingen, dat is gewoon, ja, jammer. Maar ik miste gewoon heel erg de diversiteit, weet je. Ik vond het best saai om naar te kijken ook. En dat is gewoon puur omdat de creators die erin zaten, die moesten dan content maken. En die waren allemaal zoiets van, ja, we gaan maar wat doen. Ik vond het niet heel erg creatief allemaal. Wat is echt een Nederlandse TikToker waar jij naar opkijkt? Ik kijk niet naar Nederlandse creators. Er wordt naar jou opgekeken? Nee, ook niet. Nee, en ik ben ook voor niemand een inspiratiebron of andersom. Wat is dit nou weer? Maandelijkse luchtalarm hier. Uh-oh. Wij hebben bij Spil the Tea dat 1 keer per aflevering het alarm afgaat. En dan komt er een opdracht binnen voor jou, voor mij of voor ons alle twee. Hou je de opdracht niet? Wil je de opdracht niet doen? Krijg je een vervangende opdracht. Wat die vervangende opdracht is, hoor je pas als je de opdracht niet wil doen of mislukt. Oké, nou kom maar door. Wat zit er in je mond? Sem mag 5 producten selecteren en deze in je mond. Top. Ik heb dit ook niet eerder gelezen. Wat zit er in je mond? Ja. Nou, ik heb veel in hoor. Nee. Kun je niet raden wat het is, dan moet je vervangende opdracht doen. Oké, Quincy, ik ga jou blinddoeken. Is vast niet de eerste keer dat je geblinddoekt wordt. Zo fout. Hou op met mij ook. Oké. Oh, kijk uit voor mijn botox. Oh, hij is lekker gewassen ook. Ja. Maar moet ik nog mijn allergische dingen opgeven? Nee. Waar ik allergisch op ben, voordat ik zo'n kaas krijg. Voor wat ben je allergisch? Voor alles. Ja? Nee. Hier is dit. Oh, dat ben jij. Je zit aan... Ja, nou heb ik wel iets meegemaakt. Oh. Ja, waarom duurt het ook zo lang? Oké, daar komt het. 3, 2, 1. Ja, mag ik het? Oh, spekjout. Zo, dit is droog. Dit is er al een week. Oké, dat was 1. Ik heb mijn mond nog niet leeg. Oké. Je hoeft het niet op te eten, je mag het ook uitspugen. Ja, dat zeg je nou. Doe je mond open? Oh. Ik blijf er nog steeds een hele gekke zin uit jouw mond vinden. Ja, nou, Beider. Kijk, ja, doe nou. Ik vertrouw je moet een lepel in je mond doen. Nee, ik wil geen gekke pittige dingen hoor, want ik krijg het aan mijn darmen. Hou nou je mond open, Quincy. Nee, als ik het... Quincy, hou je mond. Ja. Wat doe jij? Heb je een tissue? Want dit is echt goor. Wat is dit? Is het mosterd? Nee, wat is het? Ik weet het niet. Het is hummus. Gadverdamme. Ik ben helemaal misselijk van jou. Ik had altijd mensen op mijn theater, op mijn musicalopleiding die dit aten. Dit is goor. Gadverdamme. Oké, kom maar. Ik geef je wel iets anders. Nee, ik hoef geen gekke... Nee, ik ga mijn mond open. Oh, dat is een banaan. Ik ruik het al. Ah, voor de smaak. We hebben er nu 3 gehad, toch? Spekje, homo's, of hummus en banaan, ja. Hoe ga je dit nou aan hem geven? Oh, hou op met mij hoor. Ook geen vis hè, ik ga dan echt over mijn gier. Nee, ik eet geen vis. Moet hier nog uitjes op? Nee, ik eet geen vis, absoluut niet. Nee, de haring is toch geen vis? Nee, hou op met mij hoor, Sem. Doe je mond open. Nee, ik vind... Doe nou! Ja, maar ik hou op! Oh, hoe heet dat spul nou? Oh ja, kaneel! Ja, wat goed dat je dat wist. Oké. Zo, nou ik heb geluk dat je geen hele schep al geraamt, dus ging ik over mijn stokje. Ja. Heb je dat gezien? Mond open, kom op. Nee, ik dacht, daar ga ik niet op kauwen. Dat is pittig. Nee. Niet! Pleur het op, is misschien wel paprika. Dat is een peper. Nee, hou op! Nee, je moet het eten! Dit is intimidatie. Nee, dit is een pepergek. Klein hapje proef alleen. Klein hapje. Nee, ietsje groter. Dit is ietsje vervelend. Up, nee, ja. Quincy? Ja. Oké, nou mag je blinddoek af. Zo. Oké, we gaan nu snelle vragen doen. Probeer zo snel mogelijk te antwoorden, oké? Als je 3 wensen mocht doen, wat zou je wensen? Wat? Dat die pittige smaak uit mijn smoel is. Welke TikToker haat je het meest? Mezelf op dit moment. Ga door. Okay. Welke jongen vind je het meest aantrekkelijk op TikTok? Geen één. Wat is je favoriete liedje? Oh, wacht. Nee, ik lieg. Thomas Messina. Maar dat weet je zelf ook. De laatste keer dat je intiem bent geweest? De laatste keer dat ik intiem ben geweest, is dat met een persoon of met mezelf? Met een persoon. Met een persoon, dat weet ik niet meer. Oh, ik ben net de Sahara beneden. Als je één ding uit het verleden mocht terugdraaien, wat zou dat zijn? Even creatief, niet dit zeggen. Nee, niks. Nee, gewoon je leeft je leven zoals. Ben je blij met alles? Ja. Oké, wie vind je leuker, Amber of Tekla? Oh nee, dat haat ik. Ja, kom op! Nee, allebei. Nee, ik maak geen onderscheid. Oké, 100% Koken over brugklas? 100% Coco. Oké, je favoriete tegenspeler? Uit Coco? Ja, gewoon over het algemeen. Wie is tot nu toe je favoriete tegenspeler? Pff, ik vind jou wel een heel leuke tegenspeler. Ja. Heb je ooit een wet overtreden? Ja. Wat? Winkeldiefstal. Echt? Ja. Ingepakt? Ja. Lee. Ja. Heb je in de bak gezeten? Nee. Oh, nee. Wat dan wel? Wat dan wel? Ik heb nooit in de bak gezeten. Oh, gewoon een boete gehad? Ja, gewoon een boete gehad en een winkelverbod. Voor een video hoor. Oh, daar moet ik wel bij zeggen natuurlijk. Voor een video, stuk tv-praktijken, maar dat liep niet zo heel erg goed. Die man kon het ook niet waarderen. Oh. Oké, nou je hebt de vluchtige vraag gehaald. Dank je. Zo kennen Quincy en ik elkaar. Al een tijdje geleden hebben wij samen een film gedaan. Ja, en ik mocht hem verkrachten. Ja, daar werd ik in verkracht. Ja, heel intens. Ja, dat was heel heftig en daar was Quincy bij. Dus allemaal nep, allemaal geacteerd. Ja, het zou gek zijn als het wel echt was. Ja, klopt. Maar wil je nou voortaan ook zorgen dat jouw team behandeld wordt door wie weet ons? Zorg dan dat je teammag.nl nu volgt op Instagram en hou hun stories in de gaten. Dan kan jij de team de volgende keer insturen. Quincy gaat meedoen aan RuPaul's Drag Race. Oh echt? Staat er. Ga ik dat doen? Zou je dat doen? Als ik het kon, wel. Maar het is dat ik dat niet kan, die make-up en die kleren maken en zo. Anders had ik het wel gedaan. Ja. Vet. Ik zie het je ook wel doen. Ja, misschien wel. Ooit. Ja. Dat Quincy ooit een trio heeft gedaan. Weet ik niet. Misschien. Misschien niet. Nee, als ik het met een persoon heb je altijd met twee persoonlijkheden nog. Zo. Dus ja, dan heb ik het wel gedaan. Oké. Heb je ooit iets met een meisje gedaan? Ja, gedaan qua seks bedoel jij? Ja. Nee. Ja, gezoend. Dat hij TikTok-ideeën steelt van andere creators. Nee, ik kijk wel naar Amerikaanse creators. En dat hou je. En dat, nee, ik ben geen... Nee, ik ben geen... Maar wat ik wel doe is ik kijk naar andere creators, maar omdat ik natuurlijk met onderwerpen werk, kan ik van, oh dat heb je ook nog met onderwerpen en daar doe ik soms wel iets mee. Ja. Niet dat ik hele video's nak, nee. Heb je soms wel eens dat je denkt, ik zou nu eigenlijk wel willen stoppen met TikTok? Dat je denkt, ik ben er nu wel klaar mee. Ik had het laatst wel, ik had het vorig jaar heel erg. Ik ben dagelijks bezig en heel veel kinderen die denken van, oh dat is even gedaan en weet je wel, maar het is best wel veel werk. Ja. En ik post natuurlijk bijna elke dag en ja, als je dat 2 jaar lang doet, is het best wel heftig. Ja, dat is dus ik had even zo'n dipje, maar nou ben ik weer, ga ik weer door. Nice. Ja. Oké. Het brandt nog steeds op mijn lippen. Kunnen fillers wel eigenlijk met pepers? Ik fractale knekerentia krijg hier in mijn lip. Kim Kardashian heeft een tweede sekstape. Ik wist niet eens dat ze een eerste sekstape had. Daar is ze toch mee bekend geworden? Is dat zo? Nee, dat was toch Paris Hilton? Oh, nou ja, ze hebben allemaal sekstape. Ja, dat anders word je niet bekend. Ja. Zou jij dat ooit doen? Nee. Ik heb wel altijd voor de gein gezegd, als het ooit helemaal niks meer wordt, dan ga ik Fattie Doelens achterna. Dan ga je gewoon via de Onlyfans weg. Ja, zou je dat doen? Ja, maar hij is toch nu weer dat is wel TV zo. En zo. Zou je dat doen, nou, Onlyfans? Ja, maar dat is als ik ooit echt een beetje de Fattie Doelens put inga en dan er weer uit wil komen. Dan ga je dat doen. Waarom niet? Oké. Ja. Ja, dat is heel erg. Maar Fattie Doelens, ik vind jou heel erg leuk. En dat weet je, dus sorry. Dat je ooit bent vreemd gegaan? Nee, ik nooit. Mijn exen wel. Die waren daar heel goed in. Ja, ik ga nooit vreemd. Dus mocht je denken van, hé, ik ben materiaal voor je. Ja, later. Want wie die nu kijkt, mag zich aanmelden. Dat mag jou wel in jouw DM sluiten. Stuur vooral een DM. Maar wie? Wat is je type? Wat is dat je denkt, Wat is mijn type? Ik val op mannelijk. Nederlands of een halfbloedje, maar het is bij mij heel erg verschillend. Ik ben heel erg open en eerlijk, dus stel jij hebt iets, je snurkt of je houdt je neus op heel de tijd, of je zit de hele tijd aan je haar. Dat zijn al punten dat ik denk, nee, daar word ik niet samen oud mee. Nee, daar ga ik me dan aan irriteren. Maar die Braziliaanse jongen was niks? Nee, die is 2 keer vreemd gegaan. Ik hoop dat je dit kijkt, je moeder. Ik had het eigenlijk over een andere Braziliaanse jongen, maar leuk dat je het daar welke dan? Van het laatste feestje waar wij waren. Nee, mij wilde fokken. Ik kende heel dat kind toch niet? Ja, daarom denk ik, heb je verder met hem gaan afspreken? Nee, mijn eerste ex is al Braziliaans. Oh. Ik zat op te denken. Ik denk ook, huh? Nee. Nou, jij hebt wel dingen gedaan, hè? Die met een Braziliaan. Hij had het zo naar zijn zin, mensen. Geef dat in een cocktail en een half uur later staat hij op de bar. Oh, hij is zo makkelijk. Jij bent ook zo goedkoop met uitgaan. Helemaal niet waar. Hij is zo goedkoop met uitgaan. Ja, ik ben wel goedkoop. Ik hoef niet veel te drinken, maar ik ben helemaal niet dat ik snel iets doe met iemand. Nee. Leuk dat jullie hebben gekeken. Laat vooral een like achter en slide in zijn DM als je denkt, hé, met jou wil ik wel daten. Ja, en in zijn DM als je niet wilt daten. Nee. Of rapporteer zijn profiel. Ja, dat kan ook. Nou, we zien jullie. Ciao, ciao. Doei. Adios. Later.